Studio Hilversum. Hier is Hilversum, de NCRV. Goedenavond, geachte luisteraars, hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio. Ze staan op de bres en de kroo is paraat. Hallo, hier Hilversum, hier is de Gama, hier is de omroep van het vrije woord. Met deze woorden, dames en heren, verklaar ik de AVRO Studios voor geopend. Een nostalgische wandeling langs de Hilversumse studio's, uitgestippeld door Co. Snel. Nu de banen gereed zijn, is het mogelijk dat in de meeste gevallen op deze banen wordt geland of daarvan wordt opgestegen. Het landingsterrein van Schiphol blijft bij het slechtste weer dientengevolge intact. Dreadliner, trest van David Ordini, dat is een schuilnaam voor Wolfgang Meder rond 1970. De Jetliner, oftewel de Jet Airliner, een vliegtuig aangedreven door straalmotoren voor passagiers. In 1947 was daar voor het eerst sprake van. En de openingswoorden werden op 28 oktober 1938 uitgesproken door de toenmalige burgemeester van Amsterdam, De Vlucht. Hoe verzin je het? Nee, dat verzin ik niet. Dat was zo. Dat was bij de opening van de nieuwe startbanen van Schiphol. Goeiedag, Studio Hilversum. 100 jaar Schiphol. Op 19 september 1916 vond de eerste vlucht op Schiphol plaats. Dat was toen nog een militair veld. Drie Farman-vliegtuigen vlogen vanuit Soesterberg naar Schiphol. Om 3:00 middags zette Roeper Bosch als eerste zijn Farman F-20 in het weiland neer. De KLM, Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, werd op 7 oktober 1919 opgericht. Gelijk al een actueel lied van Klinge Doornbos, het reisverslag van Moos Ansar. Slechte kwaliteit, dus even een stukje. Lieve Saar, jij en de kinder zijn in Zandvoort aan de zee. Ik bleef achter in de Breedstraat en ik deel je even mee. Dat ik me zo eenzaam voelde. Dat ik zei, Moes, weet je wat? Jij gaat voor je recreatie
vliegen. Maar hoe ben je dat? Eerst ging ik naar Vliegloeketje, aan een kroeg een buurtverkeer. Heen en weer moest het niet wezen, dus ik vroeg maar op en neer. Een enkel reisje is goedkoper, maar dat helpt je nog geen cent. Daar je in dat geval eruit moet, als je op allerhoogste bent. Klinge Doornbos. Op 17 mei 1920 arriveerde het eerste vliegtuig van de KLM uit Londen. Toen kon Schiphol een burgervliegveld genoemd worden. In 1920 werden er 440 passagiers vervoerd. Op 16 februari 1936 gaf Albert Plesman, luchtvaartpionier en eerste president-directeur van de KLM, zijn visie op vervoer op lange afstand. Het probleem is alleen dat men wat meer brandstof zou moeten meenemen, omdat men op de Noord-Atlantische Oceaan rekening zou moeten houden met tegenwinden van ongeveer 80 kilometer. Ik persoonlijk sta op dit standpunt dat het landvliegtuig bij het verkeer over de Atlantische Oceaan een zeer grote kans zal krijgen. En dat tegenover het watervliegtuig zeer grote nadelen zijn aan te voeren. Is natuurlijk een mogelijkheid dat ze er beide komen, maar voorlopig stuur ik voor wat mij betreft in de richting van de landvliegtuig. Dan ben ik van mening dat men moet komen tot grote snelheden. Eigenaardig is dat vroeger men altijd zei bij het oceaanverkeer moet met langzame snelheden werken en krijgen we een gunstige liftdriftverhouding. Als wij een gunstige liftdriftverhouding kunnen bereiken bij grote snelheden, dan zullen we op zeer hoge snelheden over de oceaan moeten gaan. Aldus Plesman. In 1937 ging de KLM 3 maal in de week naar Indië vliegen. Niet meer met de houten Fokkertoestellen, maar met de gloednieuwe metalen DC-3. Gezagvoerder Willem van Veenendaal was er vol van. Het is te vergelijken met een boemeltreintje en een Pullman car. En verschilt deze nou ook nog merkbaar met de DC-2 bijvoorbeeld, de voorgaande? De automatische besturing is nog meer vervolmaakt in dit type. Hij is bovendien nog een kleine 20 kilometer sneller. Het plafond ligt iets hoger en de accommodatie voor de passagiers en de bemanning is meer dan geriefelijk in dit type toestel. En wat voor vooruitzicht heeft u nu op het traject of dat voor u ligt? Zo, wat op nou, het weer ziet er prachtig uit. Het is een beetje grondnevel, alleen in Zuid-Frankrijk staat er een beetje zuidoostenwind. Er hangt een beetje smerig weer boven de Pyreneeën. Maar dat is in het verband zeker met de totaaltoestand daar in Spanje. En u begint in ieder geval al goed deze reis, want de machine is helemaal volgeboekt. Ja, ik ben volgeboekt. Helemaal vol. 10 passagiers en ongeveer chockvol aan post en chockvol aan lading. En wanneer bent u dan in Indië? Ik ben de volgende week donderdag in Indië. En wanneer komt u weer terug? Ik vertrek de 14e weer in Indië en ook om de 19e weer in Holland te zijn. Op 19 november 1937 was dat Willem van Veenendaal. Wie de verslaggever was, dat is niet bekend. De KLM vloog naar Londen, Indië, New York en eind jaren 50 naar de Noordpool. Om deze vluchtroute te promoten gaf de KLM componist-orkestleider Jos Kleber, dirigent van de Avro-orkesten De Zaaiers en het Cosmopolitan Orkest, opdracht om een lied te schrijven. Dat werd de Golden Circle Song. In januari 1959 gelanceerd door Jos Kleber en De Zaaiers met zang van Mieke Telkamp. Wonderful honeymoon, flying the golden circle, tulips in Amsterdam, snowflakes in Alaska, blossoms in Japan, wedding rings are shining, and the cabin light, flying the golden circle. Everything's golden tonight, flying with your Romeo to Tokyo, dancing in the tropic moonlight of Colombo, riding in a rickshaw under
flying the golden circle, being together with you. Daar kwam de bruid het vliegtuig uit. De Golden Circle Song, Mieke Telkamp, bij het orkest van Jos Kleerberg. Ze zong ook de Nederlandse versie als een gouden cirkel, geschreven door de vrouw van Jos Kleerberg, Joke de Bruin. Joke Kleerberg de Bruin. De KLM gaf Jos Kleerberg de eretitel Skipper of the Flying Dutchman. Ik had het net over 1938, toen werden er al 102.300 mensen vervoerd. In 1938 wilde KLM-directeur Plesman dat de luchthaven zou verhuizen. Leiderdorp lag volgens hem mooi halverwege Amsterdam en Den Haag. Maar de ambtenaren in Den Haag zagen die herrie zo vlak bij hun werkplek niet zitten. En bewoners uit Aalsmeer protesteerden. Ze wilden Schiphol behouden, want vele van hen werkten daar. Magna Carta, oftewel Magna Carta, de groep van Chris Simpson, bracht op de LP Seasons in 1970 de Airport Song. Die single werd een hit, Gerard Cox schreef een vertaling en zong die in 1972 met een orkest onder leiding van Rogier van Otterlo. Zittend op de luchthaven en wachtend op mijn vlucht. Niemand kan er weg, want het is mistig in de lucht. Ik zou vertrekken in de ochtend met het vliegtuig naar Capri. Met mijn koffer, mijn gitaar en mijn verdriet. En een fotootje. Drink wat zwarte koffie en ik rook een sigaret. En ik blader wat in kranten, ik wil eigenlijk naar bed. Maar ik zou vertrekken in de ochtend met een vliegtuig naar de zon. Mijn koffer, mijn gitaar en mijn verdriet en een fotootje. De klok aan de muur draait zijn wijzers maar rond. Langzaam gaan de uren, maar we blijven aan de grond. Ik loop naar de informatie, mooiste meisje van de natie. Geef me glimlachend het allerlaatste nieuws. Niemand kan nog opstijgen, maar ik droom dat ze zegt. Iedereen kan inchecken, de mist is bijna weg.
ik kan vertrekken, het is ochtend, met een vliegtuig naar de zon. Met mijn koffer, mijn gitaar en mijn verdriet, en een fotootje. Ik kan vertrekken, het is ochtend, met een vliegtuig naar de Vliegtuig in de wolken, Nuage, compositie van Django Reinhardt, de gitarist van de Haute Club de France in 1940. Door een tekst van Jacques Larue werd het een vrijheidslied, gezongen door onder andere Yves Montand. We hoorden nu Wim Overgouw op gitaar, Rob Franken elektrische piano,
Rob Langerijs bars en Louis de Bij drums met een orkest en het arrangement van Rogier van Otterlo in 1973 opgenomen onder leiding van Dick Bakker, notabene. Dick wist toen waarschijnlijk nog niet dat hij Rogier zou opvolgen bij het Metropoolorkest. En daarvoor het orkest van Rogier bij Gerrit Cox. De dames op de achtergrond waren Wanda Stellaert, Letty de Jong en Mary Duis. Hoe riep men in vroeger jaren om bij Schiphol? Naar Rome zal over enkele minuten vertrekken. Passagiers van Frankfurt, Milaan en Rome worden verzocht zich bij de terrasgang gereed te houden. Hallo, het Indië-vliegtuig gaat vertrekken. Passagiers voor Athene, Bagdad, Karachi, Rangoon, Batavia worden verzocht zich naar het vliegtuig te begeven. Zeg, weet u waar ook zo mooi omgeroepen wordt? Op Schiphol, zeg. Op Schiphol. Maar op Schiphol gaat het weer heel anders. Op Schiphol gaat het zo. Ding dong. Passengers for London. Exit 22 as soon as possible. Ja. Nee, maar mevrouw, dat moet zo. Hè? Nee, maar dat hebben ze helemaal onderzocht. Als je dat anders gaat doen, TNO heeft helemaal onderzocht, hebben ze laten omroepen van... Dan reageert er niemand als je het anders doet namelijk. Hebben ze laten omroepen van persoon in een landenmat naar de zouderbieten uitgaan 22. Maar... Nou, ik had ook niet gereageerd. Ik had gedacht, een chartervlucht van de Boerenpartij of zo. Maar... the samba as they go, shining Rio, there you lie, city of sun, of sea and sky, mountains of green rising so high, 4 minutes more we'll be there at the airport of Galeon, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Statue of the Savior with open arms above the yellow seashore, Sugarloaf in majesty, climbing from a silver sea, dark-eyed girls who smile at me, city of love and mysteries, fasten seatbelts, no smoking please, now we're descending and everything's rushing, and now the wheels touch
Tony toch. Wat een lange adem. Hij zingt nog steeds, maar zo'n lange adem heeft hij waarschijnlijk niet meer. Song of the Jet, Fasten the Seatbelts, No Smoking, de Samba de Vaviao van Antonio Carlos Jobim. In Rio de Janeiro is een luchthaven genoemd naar deze componist. Van onder andere Desafinado, One Note Samba, Wave and the Girl from Ipanema. Jean Lys die schreef de tekst. Tony zong bij het orkest van Don Costa in 1965. Wie speelde daar saxofoon? Dat was El Coon. Fons Jans hoorden we even met een stukje uit zijn conference Stemmen en Mensen uit zijn programma Driemaal Andermaal in 1970. Fons was in 1950 nieuwslezer bij het ANP, maar werd vanaf 1962 cabaretier met sterke woordgrappen in programma's als De Lachende Kerk, Hemeltje Lief, Hoe Meer Zielen, Kwartetten, Zullen We Handhaven enzovoorts. Veel mensen hebben vliegangst. Prominenten als Paul Witteman, min of meer. Dennis Bergkamp zeker. Whoopi Goldberg. David Bowie had daar ook last van. Zelfs Richie Valens, dat arme joch. Hij was net 17 toen hij neerstortte met Buddy Holly en de Big Bopper op 3 februari 1959. Het vliegtuig van Glenn Miller verdween op 15 december 1944. Jim Reeves verongelukt. Patsy Cline, Jim Croce, Rick Nelson. John Denver had notabene Leaving on a Jet Plane geschreven. Er wordt altijd gezegd, een vlucht met een vliegtuig is veiliger dan een autorit. Maar ja, een vliegtuigongeluk heeft grote impact en er zijn dikwijls veel mensen bij betrokken. Of de grote Jasperine de Jong ook echt vliegangst had, dat weet ik niet. Maar ze zong de tekst van Guus Vleugel, op muziek gezet door Joop Stokkemans. Het was tijdens het Holland Festival in 1969... toen voor het eerst lichte muziek werd geprogrammeerd. Een avond Adele Bloemendaal, een avond Frans Halsema en een avond Jasperine de Jong, begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van Dolf van der Linde in de Doelen in Rotterdam. Jasperine op 23 juni 1969. De stewardess heeft net omstandig voorgedaan wat je moet doen wanneer het vliegtuig mocht vergaan. En dan heel plotseling begin ik het te horen, een vreemd geluid in de motoren. Het is een bescheiden maar toch duidelijk geklik, maar er is niemand die het merkt behalve ik. Want al mijn lotgenoten in dit zinkend schip genieten zichtbaar van hun hapje koude kip. Ook ik neem mes en vork ter hand, want dat leidt af en het ontspant. Maar helaas, ik denk maar steeds aan dat berichtje in de krant, waarvan één regel door mijn hoofd galmt als een gong. Onder de passagiers was ook mevrouw de Jong. Het duurt niet lang meer of ik weet het zeer beslist. We stopten dadelijk naar beneden met de kist. We slaan te pletter in een woud of op een weiland. En ik ga bidden en ik zeg, o lieve heiland. Gij hebt gelijk dat gij ontsticht zijt en gebelgd. En dat ge mij straks onverbiddelijk verdelgt. Ik heb vakantie nodig in mijn druk bestaan. Maar ik had nooit en nooit naar Spanje mogen gaan. Het is in België wat guur en de Riviera is te duur. Maar in Spanje heerst fascisme en een enge dictatuur. Wie daar naartoe gaat is onprincipieel en laf. Ga dus uw gang, o heer, het is mijn geduchte straf. Maar dit beloof ik u, als gij mijn leven spaart, dan wordt het anders en ik toon mijn ware aard. Het is gedaan met dat halfslachtige en luie. Ik trek door het land om de bevolking op te ruien. Ik zal pamfletten drukken, heren, met de hand. En in Madrid steek ik het Prado in de brand. En waar ik kom, daar zal ontreddering zijn en schrik. Maar het geluid is er nog steeds en het zegt klik. O vader, smeek ik één moment.
hand voor u misschien wat haastig bent. Mijn allergrootste troef is u nog altijd niet bekend. Ik ga een aanslag plegen op die vuile luis. Ja, wel op Franco heer, u krijgt een Franco thuis. Ik ben volkomen door emotie overmand. En dan opeens zijn we in Malaga geland. Daar is het leven al meteen een heel stuk toffer. Al moet ik wel een tijdje wachten op mijn koffer. Torremolinos is niet ver van Malaga. Het is het oord waarheen ik op vakantie ga. Het lijkt net Zandvoort, dus dat zit gewoon wel fijn. Hoewel er iets meer Spaanse gastarbeiders zijn. Het leven longt, het leven lacht. Tot in het holste van de nacht. En op het strand tussen de andere Nederlanders zeg ik zacht. O heer, dat ongeluk dat ik zo heb gevreesd. Was toch misschien nog niet zo'n gek idee geweest. Skyliner van Charlie Barnett uit 1944 door de band van St. Lawrence in 1970. Zitten ze lang overleden, maar de band wordt nog voortgezet in Engeland. Jasperine de Jong is helaas gestopt met haar carrière, maar ja, ze is ook al op hoge leeftijd. Ze zong in 1969, wel een beetje gedateerd omdat Franco er nog in voorkwam, maar het was toch wel weer een fraaie tekst van Guus Vleugel, een vreemd geluid. Op muziek gezet door Joop Stokkemans en begeleid door het onvolprezen Metropoolorkest, toen nog onder leiding van Dolf van der Linden. Studio Hilversum, RTI Hilversum, 100 jaar Schiphol, het vliegt alle kanten op.
De luchthaven en de vliegtuigen zijn natuurlijk een dankbaar onderwerp voor films. Vaak rampenfilms en kapingen, maar ook komische films. Films als Airport, 1975-77, Up in the Air, It's in the Air, Air Force One, Top Gun, Con Air, Flight of the Phoenix, Those Magnificent Men in the Flying Machines. Televisieseries als Lost, dan denk ik ook aan de helikopter bij MASH, The Final Flight. En tegenwoordig heb je weer zo'n spannende serie met Katje Schuurman en Daniel Boisvin, de vlucht HS-13. Hoorspelen waren daarover, vliegtuig op hol, vlucht in het oneindige, vluchtmisdrijf. Adriaan Viruli, die leefde van 1905 tot 1986, trad op 1 mei 1931 in dienst bij de KLM als vliegenier. Hij was Engelandvaarder, trouwde in 1955 met actrice Mary Dressluis, heeft veel boeken over de luchtvaart geschreven, poëzie, toneelstukken en hoorspelen. Voor een schoolradioserie van de VPRO in 1958 en 1959 over ontdekkingsreizigers. En ook in april 1958 het hoorspel tussen Schiphol en Schreierstoren. De regie heeft Koos Mulder, een klein deel. De vertelster is Annie de Lange, vader is Guus Verstraeten, moeder Jenny van Maarland en dan nog wat ondefinieerbare stemmen die niet echt zijn genoemd, onder andere wel met Ko van de Bos. Instappen voor KLM passagiers. All aboard, please. Please, mind your head. Paspoort, please. Paspoort en alsjeblieft. Wilt u deze stoel nemen? Hier hebt u Nederlandse kranten van eergisteren. Wilt u de riemen vastmaken? Blijven motor 3. Start motor 3. Blokken weg. Daar gaat hij, onze Piet. Helemaal naar Nederland. Nou, die jongen zal een fijne reis maken. En volgende maand hebben we hem weer terug op de farm. Ik vind hem toch wel jong, hoor, voor zo'n onderneming. Voor een moeder is een jongen niet zo gauw groot. Nou, kom, onze Piet. Daar rijdt hij nou naar de start. Het is een grote superconstellation. Oh, kom nou, moeder. Je doet me denken aan het rijmpje van de Schreierstoren in Amsterdam. De Schreierstoren. Daar het zo vaak aan het schreien gaat als er op een scheien staat. En men zoveel kussen ziet als men reizers luk en biedt. Ja. En daar stijgt die grote superconstellation boven Montreal. Boven de brede St. Lawrence rivier, boven Canada, koers oost. Koers naar dat verre kleine Nederland met aan boord onze 17-jarige Piet Minderhout. Toen Piet 12 jaar was, zijn zijn ouders met hem naar Canada geëmigreerd. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. Perfect
for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Oh ja, ik kan wel 3 uur vullen hoor, met liedjes over vliegtuigen en dergelijke. Ik heb gelukkig ook nog wat andere programma's. Maar deze moet natuurlijk niet ontbreken. Come Fly With Me van Sammy Kahn en Jimmy Van Heusen. Opgenomen op 10 oktober 1957 door Frank Sinatra bij de orkest van Billy May. En een stukje hoorspel van de VPRO Schoolradio in 1958. Vliegtuigengeluiden. Ja, lang niet iedereen is dol op dit geluid. Dagelijks zijn er vele klachten van geluidsoverlast. De meeste komen uit Amstelveen. Woningisolatie en andere vliegroutes zorgen voor enige verlichting. Door bouwverboden staan voorzieningen onder druk. De afgelopen jaren zijn 13.279 woningen rond Schiphol geïsoleerd. Die operatie kostte 377 miljoen euro. Zeker weer van onze belastingcentje. Nou, een beetje. Het geld kwam uit door een toeslag op de vliegtickets. Passagiers op Schiphol leveren per passagier ook aan parkeergelden op. In de winkels wordt voor 13,70 euro uitgegeven en in de horeca voor 5,91 euro, samen dus 19,61 euro. Voor de controle zijn 38 winkels gevestigd en na de controles 83. Er zijn ook 80 horecapunten. Volgens de website Sleeping in Airports in Schiphol is Schiphol de beste luchthaven om te verblijven. Ook bij National Geographic Traveler staat Schiphol hoog aangeschreven. Vertraging is niet erg als je daar bent, zeggen zij. Thank you.
Achter de wolken is zonneschijn, zou je kunnen zeggen. Dat is trouwens ook een liedje. After the Clouds, accordeonist Art van Dam met Peter, oftewel Pieter Horten, gitaar, Ingo Kramer gitaar en Hajo Lange bas in 1986. Het dansorkest Skarmersters van Piet Scheffer en Beb Rowald, een andere dirigenten van de AVRO, zou ook niet misstaan in dit programma, maar ik had niet fatsoenlijk een nummer uit hun repertoire om iets mee te doen. Wel iets van zangeres Gretje Kouwveld, die vanaf 1957 bij de Skarmersters zong. Ze ging in 1961 naar Duitsland, kwam eind jaren 60 weer terug, trouwde met Joop de Roo en ging toen vooral jazz zingen en dat doet ze nog steeds. Gretje heeft 3 keer meegedaan aan het Songfestival. In 1961 zong ze op het Eurovisie Songfestival Wat een Dag. In 1960 op de nationale finale Niet voor mij van Pieter Gommans. En in 1958 werd Gretje 3de met een liedje van cabaretkenner, regisseur, presentator Wim Ibo en pianist Cor Lemerre. Niet optimaal van de tv, maar toch wel aardig om dat te laten horen. Ook weer met het Metropoolorkest onder leiding van Dol van der Linden. Gretje Kouwveld zingt het liedje Stewardess. Soyez la bienvenue, mesdames, messieurs. Vergeet niet om de riemen vast te maken. Be welcome here, no smoking till we fly. En straks ziet u de Amsterdamse daken. Das Leben ist so schön, die Welt ist weit. Wij voelen in de lucht onze verbondenheid. Geen muren tussen mensen, maar landen zonder grenzen. Ons enige verschil zit in de tijd. Time, tijd, tot zeit. Het is allemaal een kwestie van tijd. Altijd ben ik in de wolken, in Genève, Brussel, Bonn, Rome en Parijs en Londen, overal zie ik de zon. Luxemburg of Kopenhagen, nergens zie ik grenzen meer. En ik kijk met welbehagen op Europa neer. Soyez la bienvenue, mesdames, messieurs. Vergeet niet om de riemen vast te maken. Be welcome here, no smoking till we fly. En straks ziet u de Amsterdamse daken. Das Leben ist so schön, die Welt ist weit. Wij voelen in de lucht onze verbondenheid. Geen muren tussen mensen, maar landen zonder grenzen. Ons enige verschil zit in de tijd. Time, tijd, time. Het is allemaal een kwestie van tijd. Geen muren tussen mensen, maar landen zonder grenzen. Ons enige verschil zit in de tijd. Time, tijd, tot zeit. Het is allemaal een kwestie van tijd. Gretje Kouwveld in 1958 met Stewardess. Zijn er ook titels uit het luchtruim of luchthaven gelaudeerd aan radioprogramma's? Ik herinner mij Happy Landings van de NCRV in 1958. Dat was een sketchprogramma met ook het plaatsje Laricum. Daaraan deden mee Terrinink Scholte, Rijk de Gooier, Melis Soesman enzovoorts teksten van onder meer Alexander Pola. Bij de KRO had je begin jaren 70 Anne van Egmond en Henk Knopper met Uit de Lucht Gegrepen. Dat was een voorloper van Tombola. En tussen 2000 en 2012 had je bij de VPRO, daarna bij Max, De Nachtvluchten van Norma Romanesco. Met ook Vlucht in het Verleden. Daar heb ik heel wat leuke fragmenten gehoord. De volgende sketch komt uit het KRO-programma Cursief. Dat liep van 1967 tot 1975 onder redactie van Gerard Hulshoff. Het lijkt vrolijk, maar pas op, een tekst van Missie van der Plas uit 1974 met Luc Lutz en Herman van Run. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welkom aan boord van onze DC-9 op lijnvlucht naar Rome. De vliegtijd bedraagt 1 uur en 45 minuten en de temperatuur in Rome is 26 graden Celsius. Ik wens u een aangename voortzetting van de reis. Ja, ja.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We vliegen op het ogenblik op een hoogte van 10.000 voet. Het weer is fraai en de buitentemperatuur bedraagt min 43 graden Celsius. Op deze lijnvlucht naar Rome had ik u op dit moment graag gezegd dat u rechts onder u de Mont Blanc kon zien liggen. Maar sinds enkele ogenblikken zit er hier een meneer naast me die me iets hards en kouds in de nek heeft geduwd. En verteld heeft dat het toch beter is dat we niet naar Rome vliegen, maar richting Madrid. Hoewel ik deze mening niet geheel en al deel, zult u toch zo aanstonds het Spaanse hoogland onder u voorbij zien glijden. Het is in Madrid prachtig zomerweer en de temperatuur bedraagt 29 graden Celsius. This is your captain speaking. De stad die u zo even onder u voorbij zag gaan, was de hoofdstad van Spanje, Madrid. Dat we daar niet landen komt omdat die meneer, waarover ik u zo even al verteld heb, en bij wie zich nu ook een andere passagier heeft gevoegd, die beschikt over enkele handzame explosieven, omdat die meneer dus bij nader inzien de voorkeur geeft aan bestemming Algiers. Algiers is de hoofdstad van de sinds 1960 onafhankelijke staat Algerije. Het weer in Algiers is bijzonder fraai. De temperatuur bedraagt 31 graden Celsius. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Het weer in Rabat is bijzonder fraai. De grondtemperatuur bedraagt er op dit moment 32 graden Celsius. Rabat heeft een modern goed geoutilleerd vliegveld en Nederland onderhoudt met het Koninkrijk Marokko hartelijke betrekkingen. Tot nu toe. Intussen hoop ik dat u de veiligheidsvoorschriften die zich in de stoelleuning voor u bevinden niet ongelezen hebt gelaten. This is your captain speaking. Aan de horizon ziet u de prachtige grote Atlantische Oceaan die we nu pal westwaarts zullen oversteken, wanneer ik althans de korte inhoud goed weergeef van het gesprek dat ik zo even met mijn beide gasten in deze kleine ruimte heb mogen voeren. Aan het eind daarvan zult u het eiland Cuba zien liggen. Waren het niet dat de actieradius van een DC-9 maximaal 9000 kilometer bedraagt, zodat het zowel voor het toestel als voor uw gezagvoerder toch nog een hele tour zal worden. Het is mij bekend dat u alle een pelgrimsreis ondernam naar Rome en morgenochtend door de paus in audiëntie zou worden ontvangen. Hoewel ik moet aannemen dat deze afspraak niet door kan gaan, meen ik er toch op te mogen wijzen dat de kans nu zeer groot is dat u op korte termijn kennis zult maken met een nog hogere instantie. Ik dank u. Oh, 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 oh. Kaping, Luc Lutz en een beetje Herman van Run in cursief. Dat programma kreeg ook teksten van Godfried Bolmans en Kees Vent en medewerkers als Nettie Roosevelt, Gerrit Cox, Frans Halsema en Simone Rooskens, dat was de vrouw van Luc Lutz. In 1967 ging de nieuwe luchthaven Schiphol Centrum open. Nog altijd is dat de plek. Daarna is alleen maar aangebouwd met nieuwe terminals, pieren, een treinstation, een verkeerstoren, hotels en kantoren. 100 jaar Schiphol in het programma Studio Hilversum. Ik vlieg eruit met The Flying Home van Lionel Hampton en Benny Goodman uit 1939. Door de Millers onder leiding van Ab de Modenaar in 1968. Dankzij een revival bij de NCRV, georganiseerd door Skip Voogd, Herman Schonewald klarinet, Koen van Nassau vibrafoon, Paul Ruys piano, leider Ab de Modenaar op de gitaar, Arend Nijenhuis bas en Tony Nusser drums. Op muziekschatten.nl zijn te vinden de bladmuziek van The Golden Circle Song en Stewardess en arrangementen van Jaap Hofland met onder andere Skyliner. Vliegt eruit als u gaat vliegen, vasten de seatbelts en happy landings!